Dirk Chimanga, dit was het minste wat we kunnen zeggen, een moeilijke week, hè? Ja, het was inderdaad een heel moeilijke week. En we hebben toch uiteindelijk de week ook kunnen afsluiten met overwinning. Treren van jullie overleden voorzitter? Ja, dat wel. Het was wel heel lastig. En zeker vooral ook voor de coach, die het heel moeilijk had. En ik heb vandaag eigenlijk goed kunnen eren. En ik hoop dat we hem elk trots hebben kunnen maken. Een emotionele week, afgesloten met een 4-1 overwinning tegen Tubeke. Dat hadden jullie nodig. Ja, dat hadden wij zeker nodig. En ik denk dat we het elk heel goed hebben gedaan van begin. Van begin van de match tot dan, ja, elk heel de match eigenlijk. Ja. Begin van de match, ja, daar was jij, hè. Je dook daarop aan de tweede paal en scoorde van kortbij. Ja, dat wel. Ik zag jullie eigenlijk naar binnen komen. Ik zag de ruimte aan de tweede paal. Jullie heeft mij gezien uiteindelijk. Ik denk die goed binnen. Dat was een goede opener van die match. Maar dan kwamen jullie toch weer al... Hadden jullie weer al te maken met een onnodige gelijkmaker? Hè? Ja, het was onnodig. Maar dat weten we als ploeg. Dat zijn de fouten die eruit moeten. Als we zeker nog willen groeien in deze competitie, moeten deze kleine fouten eruit. En dat weten we als groep. Dus. En hebben wij zeker niet getwijfeld, zeker de tweede helft ook niet. Zijn we verder gegaan op hetzelfde elan. En uiteindelijk is het goed gekomen. Jouw offensieve rol was nog niet uitgespeeld, want je leverde nog een assist af, hè? Voor een doelpunt. Ja, dat wel. Het was goed gespeeld. Dus, maar ik denk dat we meer ruimte hadden met één man meer. En ik dacht, ja, we moeten wel iets bijbrengen offensief. En zo de ruimte creëren en zo kansen creëren. En dat hebben we goed gedaan. Jury heeft ook een assist en een goal duurt. Gaan we even naar die 60e minuut. Zag je die tribune met al die lichtjes? Ja, ik zag het, want het was een corner. Dus ik zag het wel. Het was heel mooi en heel prachtig van de supporter. Supporters die hebben met jullie meegeleefd vanavond. En die hebben jullie aangemoedigd naar die zege toe, hè? Ja, dat wel. En dat hebben we nodig. En dat hebben we ook elke week nodig van hun. En ik hoop dat het zo gaat zijn. Want allee, we moeten één familie zijn, één groep vormen, samen met de supporters. En we weten dan dat we veel kunnen bereiken.